Ja, mag ik voor u komen binnen? Oh, ja. Ja, ik ben er gewoon van meteen. Kom. Dus we gaan nog voor iemand bidden. Waar u wilde ik voor dit? Voor zijn huwelijk, dat ze alles goed mag lopen. Als u niet wilt, mag ik in mijn oor fluisteren. Nee, ik... voor alles bijna, hè. Alles? Ik, ja. ik ben net getrouwd. Ja. Hey. Amen. In december, dus... U wil dat alles soepel verloopt, hè. Zo'n leuke man kan niet alleen blijven, hè. Nee, zeker niet. Ja, dat zegt Genesis, hè, in de Bijbel. Hè? Ja, hey. Hij kent de Bijbel ook nog, ja. Nou, ik ga voor deze meneer bidden. Hij is net getrouwd. Ja. Je ziet wat God kan doen. Dus ook al ben je alleen op dit moment, maak je niet druk. Geloof in de Heer en hij zal je partner naar je toe brengen. Ja, ik ga even voor hem bidden. Hij zegt, je moet voor alles bidden. Dus ik ga voor alles bidden wat ik kan bidden. Ik doe het wel in het Engels, meneer. Dat is goed. Beter. Ik besta Engels beter dan Nederlands. Okay. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you so much for the life of your son. Lord, you have blessed him with a wife, Father. You said any man who finds a wife find a good thing. Father, may everything go good in their life in the name of Jesus. May your hand be upon this marriage in the name of Jesus Christ. Father, may you provide for them whatever they are lacking, Father, in the name of Jesus. Give them good health and strength, Father, and love, Father, to love each other more and more. When there are trials and temptations come, that they can overcome it with love in the name of Jesus Christ, Father. Father, I soak him into the blood of Jesus Christ, and I pray that blessing shall be his portion. Breakthrough shall and open doors shall come his way in the name of Jesus Christ, Father. And anyone who's fighting his destiny, Father, from his mother's side or his father's side, Father, I bind their activities right now in the name of Jesus Christ. Any evil spirit of this country, Father, that is controlling his destiny, Father. Father, I destroy every activity and gathering against his life in the name of Jesus, Father. Father, but may blessings and open doors, may heaven honor him today as he has seek you in the name of Jesus. I thank you, Lord, that you have done it. Protect him, Lord. You said in the book of Psalm 91 that whoever goes to the Lord will save. Whoever remains under the protection of the Almighty can say to him, you are his protector and defender. You are the God in whom we trust. Father, protect him. Whatever he put his feet, whatever he eats, wherever he goes, Father, protect him from all evil in the name of Jesus. I soak his household in the blood of Jesus Christ. And I declare fruitfulness in that marriage in the name of Jesus. May people look up to them and say, there is something special about them. May your light shine upon them in the name of Jesus. I thank you, Lord, that you have done it. In Jesus' name, in the name of the Father and the Son, you are blessed. Amen. Amen. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you very much. You're welcome. Nou, je ziet het. Sommige mensen staan open voor gebed. En deze meneer heb ik voor gebeden. En ik weet dat God grote dingen in zijn leven zal doen. Omdat hij zichzelf heeft opengesteld. En het komt goed. Het is al goed. Ik heb geleerd, als je gebed krijgt, dat je altijd alles teruggeeft. Nou, zie je, meestal geef ik. Vandaag ontvang ik. Ja. Dank u wel. Ik ga het zeker gebruiken voor de goede doelen. Dank u, God zegen. Amen. Nou, je ziet het. Normaal ga ik met mijn portemonnee op pad. Vandaag ging ik zonder portemonnee op pad. En wat gebeurt er? Ik werd gezegend. De Bijbel zegt, wat je plant, zal je oogsten. En dat is wat vandaag is gebeurd. Ik heb het geoogst, wat ik heb geplant. En ik ga door met het werk van God doen. Ik doe het niet om geld te verdienen, hoor. Want dit geld ga ik weer gebruiken om iemand blij te maken. Zo gaat het werk van God door. Meneer, God zegen, hè. Als u heeft gegeven, wat u heeft geplant op dit moment. Ik heb het net gezaaid. U heeft gezaaid. U zult oogsten in 2017 in de naam van Jezus. Ik keer de oraf. Your ora in English, eh? Okay. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank you so much for the life of your daughter. Father, you said by the stripes of Jesus Christ that she is healed, Father. I soak her eye into the blood of Jesus Christ. That any
any enemy that is walking on this eye, I command you to bow in the name of Jesus. I destroy it by fire right now in the name of Jesus Christ. I declare healing. Receive your healing right now in the name of Jesus. Thank you, Lord, that you have done it. In Jesus' name I pray, amen. Amen, amen. 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 Dios bendice la bolita. Que tengo el ojo, el párpado. Ah. A ver si Dios entra en el ojo mío, Virginia subió. Ja, en vinden jullie dat leuk om te doen? Ja. Wat vind je dan leuk om aan te doen? Ja? Heb je daar liefde voor in je hart? Ja. Ja? En waar komt die liefde vandaan? Van God. Van God, hè? Hoe goed ken je God? Heel goed. Ja? Kan je me wat vertellen over God? Hij is onze vader. Ja? En we houden van hem. Oké, en bid je wel eens? Of bidden jullie wel eens? Elke dag. Elke dag? Ja, het is heel mooi. Kunnen heel veel volwassenen voorbeeld van jullie nemen, hè? En waarom denk je dat het goed is om te bidden? Zodat je God kan. Ja, dat klopt, ja. En hij is onze enige. Ja, dat klopt, ja. En kan je me een beetje vertellen wie Jezus is? Jezus is een vader. Ja. En wat is hij komen doen voor ons? Aan het kruis. Ja, je bent wel heel erg goed op de hoogte. En vind je het ook leuk om naar de kerk te gaan? Ja. Ja, hè? Wat is er zo leuk aan om naar de kerk te gaan? Om te bidden. Ja. Wat zou je aan de kinderen in Amsterdam Zuidoost willen zeggen over de kerk en over God? Geef ze maar een boodschap. Heel veel bidden en jullie moeten zingen over God. Really, zeg maar. Ja, jullie moeten hem aanbidden. Ja. Kunnen jullie een voorbeeldsgebedje doen om ze te leren hoe ze moeten bidden? Oké. Ja? Ga maar bidden. Onze Vader, die in de hemel zijn. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Ik was uw aanvaarder, en geef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en het kracht en het heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Nou, geweldig hoor. Jullie doen dat heel erg goed. En ik hoop dat jullie zo door blijven groeien. Dat jullie straks, net als ik, op straat gaan en mensen vertellen wie Jezus is. Want het is heel belangrijk om van elkaar te houden, toch? Hou je van je klasgenootjes wanneer je naar school gaat? Ja. Ja? Doe je wel eens wat liefs voor ze? Ja. Ga je daar een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld iemand is gevallen en ik wil te geven. Ja, en jij? Dat is een hele mooie. Ja, als kinderen worden gepest, dat je tegen de pesten zegt dat ze niet te pesten. Ja, dat is ook een hele mooie. Dat vind ik heel goed van jullie. Dus jullie weten toch goed met je hulpzaamheid en je liefde om te gaan. En ik hoop dat andere kinderen die nu kijken, dat ze daarvan gaan leren. Want het is niet leuk om te pesten. Er gebeuren zoveel nare dingen. Ik las in de krant dat er een jongetje van een dak is gesprongen. Omdat hij gepest werd op school. En dat is niet fijn om gepest te worden. Houden jullie alsjeblieft op met pesten. Geef elkaar liefde. Ja, er is al zoveel narigheid in de wereld. Laten we daarmee ophouden. Ja, als je iemand niet leuk vindt of niet mag. Betekent niet dat je diegene hoeft te pesten. Loop gewoon weg. En als je Jezus kent, dan ga je sowieso niet pesten. Dus mijn advies is, geef je leven alsjeblieft aan de Heer. Dat is mijn advies. Dat je leert om lief te hebben. Nou kinderen, ik ben heel erg trots op jullie. Zou ik een beetje ook voor jullie mogen doen? Mag ik jullie handen vasthouden? Nou.
Vader, in de naam van Jezus, ik dank u voor het leven van deze twee prachtige kinderen die u op deze aarde heeft neergezet, Vader. Vader, ze kennen u al zo vroeg. Dat ze door mogen groeien in u, Vader. Dat de Heilige Geest in hun mag leven. En dat ze door mogen gaan met de goede werk, met de behulpzaamheid die in hun zit, Vader. Vader, bescherm hun waar ze ook naartoe gaan. En waar ze ook gaan, laten ze in het licht zijn, Vader. Laten ze anders zijn dan alle andere kinderen, Vader. Laten ze herkenbaar zijn, Vader, dat Jezus in hun leeft, Vader. Laten ze nooit iets tekort komen. En als er problemen zijn bij hun thuis, Vader, laten ze het licht daar zijn. En laten er een oplossing komen, alleen maar omdat hun de Heere dragen, Vader. Vader, laten ze de oplossing in hun straat waar ze wonen, Vader. In hun school waar ze zijn, Vader. In de supermarkt waar ze gaan. Vader, laten ze het licht zijn, Vader. Vader, ik dank u, Vader, voor hun leven. En ik weet, Vader, dat ze gezegend door deze week zullen gaan, want u bent met hun. Ik dank u. Dit is doopt in het bloed van Jezus. En Jezus' naam heb ik gebeden. Amen. Wil u voor Jezus klappen? Het was me een eer en een genoegen om vandaag te kunnen staan bij de voedselbank in Amsterdam Zuidoost. Deze keer in Ganzenhof. En ik heb gewoon heel veel liefde ervaren hier. En het kan gewoon allemaal. Ik heb kunnen bidden voor een paar mensen. Iemand was ziek aan haar oog. Gelukkig kon ik Spaans praten om te verstaan waar ze het over had. Dus heb ik voor haar kunnen bidden. Ik ben gezegend vandaag. In plaats dat ik heb gegeven, is er aan me gegeven vandaag. Hoe mooi kan het werk van God toch wel niet zijn. Nou, ik ga het hier afsluiten met de boodschap dat ga door met liefde geven. Ja, Jezus houdt van jullie. En zolang mijn hart vol met liefde is, blijf ik de walking priest. Ik zegen jullie allemaal die hebben gekeken vandaag. Dat deze week jullie allemaal een wonder mogen ervaren. In Jezus' naam. Zullen we allemaal gedag zeggen tegen de mensen thuis? Zeg tot ziens! Tot de volgende keer! Give him a miracle that when he goes to the doctor and they make a scan that they say, we cannot see anything anymore. That it is done.